Rokjesdag in Nederland en korte broekendag op de toekomst. Althans, voor de meesten. Ajax werkte in zomerse omstandigheden toe naar het uitduel met Heracles. In Almelo pakte Ajax vorig seizoen de landstitel. Zaterdag kan het in hetzelfde Polmanstadion ook worden onttroond. Dan moet PSV vrijdagavond winnen van PEC en moet de landskampioen verliezen. Maar op een kampioensfeest hoeft PSV dit weekend niet te rekenen. Omdat wij morgen gaan winnen. Dus nou goed, dat zal nog even worden uitgesteld. De spanning bovenin de Eredivisie lijkt helemaal verdwenen. PSV gaat kampioen worden. Ajax lijkt vrijwel zeker van het ticket voor de voorronde Champions League. De tweede plek, staan we er goed voor. Maar ik denk nog niet dat het nog niet gespeeld is. Het gaat dus natuurlijk nog maar 6 punten. Het zou nog mis kunnen gaan natuurlijk, maar we gaan er alles aan doen om die tweede plek vast te houden en misschien nog wel wat steviger in het zadel onszelf te brengen. In ieder geval zal het beter moeten dan vorig weekend toen Ajax vlak voor tijd tegen Utrecht de zegen weggaf. Het zette Frank de Boer zelfs even aan het denken of zijn spelers wel doordrongen zijn van het belang van plek 2. Ja, gewoon het meer met het hart te spelen ten koste van alles. Zo'n laatste 5 minuten die 1-0 overwinning over de streep trekken. Ja, is het niet mooi? Ja, dan moet het maar lelijk schicht dan maar. Ja, dan, zo moet het dan maar. En dat miste ik op dat moment. Het heilige vuur om je voor een bal te gooien. Of die voorzet die Van der Marel geeft. Dan moet je die pollen eruit gaan lopen. Omdat hij niet rustig een bal kan geven. Dat soort momenten heb ik in ieder geval aangegrepen. Dat het vanuit je hart moet komen. Daar begint het in eerste instantie mee. En natuurlijk de samenwerking. Het corrigeren met elkaar. En samenwerking om dan zo'n doelpunt te voorkomen. En ik heb daar een goed gevoel over hoe dat in zijn werking is gegaan. En, laten we hopen dat we morgen dan een resultaat zien. Er zijn nu nog 5 wedstrijden te spelen. We kunnen het nog met een enigszins goed gevoel afsluiten. En ja, dat begint morgen. Want wat is het doel in die 5 wedstrijden naast winnen? Ja, om natuurlijk ten tweede ook gewoon goed voetbal te laten zien. En aantrekkelijk voetbal ook voor het publiek, wat ontzettend belangrijk is. We moeten zorgen dat we nu nog meer dan ooit eigenlijk met elkaar bezig moeten zijn om elkaar te helpen richting dat goede en attractieve voetbal. En dat zeg ik met coaching, met elkaar helpen. Daar kun je al een hele hoop mee winnen. En dat is zeker in deze groep, met een hele hoop jonge jongens natuurlijk. Is dat een heel belangrijk punt. Ajax moet het in Almelo nog doen zonder Arek Milik. Deli Sinkgraven keert wel weer terug in de wedstrijdselectie. Hij is volledig fit verklaard en kan weer terugkeren in de ploeg tegen Heracles. Een ploeg die vecht voor lijfsbehoud en daardoor onvoorspelbaar kan zijn. Buiten dat het voor andere ploegen tegen Ajax altijd een motivatie op zich is, zal dat aspect natuurlijk ook meespelen. Zij hebben misschien nog één overwinning nodig om zich echt definitief veilig te spelen. Ja goed, dat zal dan een extra motivatie voor hun zijn om een goed resultaat morgen tegen ons te halen. Dus ja, dat zal inderdaad ook met de mate van tegenstand zal dat nog hoger en nog groter zijn. Voor Ajax stelt zaterdagavond in ieder geval niets minder dan de zegen. Voor de fans, voor de tweede plaats en niet op de laatste plaats om zich nog minstens een week regerend landskampioen te mogen noemen.